Elk land op de wereld heeft wetten waar bewoners zich aan dienen te houden. Als je zo'n wet overtreedt, heb je kans om opgepakt te worden door de politie. Voor zware delicten word je bij voldoende bewijs tijdens een rechtszaak bestraft. Met geluk kom je er vanaf met een boete of taakstraf. Maar het kan ook heel anders lopen. Dan beland je in de gevangenis. Binnen de vier muren van je cel kan je soms tientallen jaren vastzitten. Je ziet je vrienden en familie weinig en het eten is niet om over naar huis te schrijven. Het is niet voor niets dat ieder jaar veel gevangenen een ontsnappingspoging naar de vrijheid wagen. Kortom, de gevangenis lijkt geen pretje. Toch? Wel als je in een luxe gevangenis zit met veel vrijheden en grote cellen. In zo'n geval wordt het bijna aantrekkelijk om de bak in te draaien. In deze top 10 banen we ons een weg door de meest luxe gevangenissen ter wereld. We gaan kijken naar het luxe leventje van enkele criminelen op deze aardbol. De Cebu-gevangenis huisvest 1600 man. In deze maximum security prison zitten de zwaarste misdadigers van de Filipijnen opgesloten. Toch lijkt het er een gezellige boel. Ze zitten in ieder geval niet stil. In de Cebu-gevangenis is namelijk een uitgebreid dansprogramma. Ze doen stapjes op allerlei musicalnummers. Je kan je wel voorstellen dat Michael Jackson met zijn befaamde dance moves als de moonwalk voor velen daar een held is. Op sommige dansen wordt maanden geoefend onder begeleiding van professionele coaches. De familieleden komen eens in de zoveel tijd langs om een opvoering te kunnen bewonderen. De Cebu-gevangenis geeft al jaren danstrainingen. Het bestuur gelooft dat een zachte en leuke aanpak beter werkt dan hard straffen. Ze hopen zo dat de gevangenen, die jarenlang binnen de gevangenismuren verblijven, later weer een normaal leven kunnen leiden. Een erg mooi idee. Soms lijkt het wel alsof een gevangenisstraf een beloning is. In de Solentuna-gevangenis in ieder geval wel. De celblokken zijn van alle gemakken voorzien. Zo hebben alle gevangenen hun eigen kamer. En deze kamer is knus ingericht, vergelijkbaar met het interieur van een bungalowpark. Voor iedereen is er een eigen badkamer. Als je even geen zin hebt in mensen om je heen, kun je neerploffen op de bank. En bovendien nog eens een tv erbij. Klinkt niet slecht, toch? Het wordt alsmaar beter. Er is een fitnesszaal en een keuken waar je aan het kokkerellen kan gaan. Zweden staat sowieso bekend om de zeer fraaie gevangenissen. Het zijn geen slechte plekken om te wonen. Je hoort zelfs verhalen van daklozen die bewust misdaden begaan. In de gevangenis hebben ze tenminste eten en een dak boven het hoofd. En dat alles voor niets. In 1879 opende de Justitievollzugsanstalt Fußbüttel in het noorden van Duitsland. Het gebouw heeft heel wat weg van een klooster, maar vergis je niet, er wonen geen lievertjes. Toch worden de criminelen goed behandeld. De cellen zijn amper te onderscheiden van hotelkamers. Zo zijn ze volledig gemeubileerd. Aan de bureaus kan hard geleerd worden voor de studie. En daarnaast is er een conference room in JVA. Hier kan gediscussieerd en overlegd worden. Alles lijkt er hierop gericht te zijn de gevangenen te stimuleren om hun hersenen te gebruiken. Zo'n aanpak is maar goed ook. Uit onderzoek blijkt dat rond de 40% van de gevangenen wereldwijd na vrijlating weer de misdaad ingaat. Dat is onder andere te verklaren vanuit de kansen die ze in de gevangenissen krijgen. Weinig gevangenissen geven de kans tot persoonlijke ontwikkeling. JVA doet dit wel. Ze hopen zo dat de criminaliteitscijfers in Duitsland dalen. Indonesië is een streng land. Zo wordt de doodstraf er nog uitgevoerd en kan je voor de kleinste misdaden jaren achter de tralies worden gezet. Bovendien zijn de gevangenissen vaak mensonterend. De cellen zijn overvol en geweld is aan de orde van de dag. Het klinkt dan misschien gek om te horen dat een van de meest luxe gevangenissen ter wereld zich in Indonesië bevindt. Dat komt vanwege de corruptie in het land. Met voldoende geld kan een gevangene zich verzekeren van een plekje in de mooie Pondok-gevangenis. Terwijl ze in de standaardgevangenissen in barre omstandigheden leven, hebben ze in Pondok beschikking tot eigen kamers. En in die kamers staat een koelkast vol met verfrissende drankjes. Heerlijk in die tropische hitte daar.
Voor de liefhebbers staan er karaoke-machines. In Pondok hoef je je dus geen minuut te vervelen. En dan naar Zwitserland, zo'n beetje het rijkste land ter wereld. Tussen de toppen van het Alpengebergte bevinden zich steenrijke bankiers. Bij hen stallen rijke lui hun geld. En dat geleende geld investeren de Zwitserse bankiers weer. Daarmee worden flinke winsten behaald. Hoewel Zwitserland zo rijk is, was de Chandollon-gevangenis van belabberde kwaliteit. Het was een van de meest overvolle van Europa. Regelmatig kwamen er rellen waarbij gevangenen onderling of met de cipiers op de vuist gingen. Daarnaast was Chandollon een broedplaats voor ziekte. De slechte hygiëne zorgde ervoor dat virussen als een lopend vuurtje rondgingen. Dit moest anders. Er werd 40 miljoen euro geïnvesteerd in het opknappen van de gevangenis. Van een slechte gevangenis werd Chandollon ontwikkeld tot een paradijs voor criminelen. Ze liggen met een paar anderen op de kamer. De grote ramen geven de kans om toch nog een beetje van de wereld buiten de gevangenis te kunnen genieten. Wanneer een familielid het criminele pad opgaat, loopt dat vaak niet goed af. Als je het al overleeft, is de kans groot dat de politie je te pakken krijgt. Dat kan zorgen voor nare situaties waarin families gescheiden van elkaar moeten leven. Financieel kan dit ook desastreus zijn. In de Aranjuez-gevangenis in Spanje is hier iets op bedacht. De gevangene mag niet buiten het gebouw komen, maar de familie mag wel onbeperkt langskomen. Zo kunnen ze een soort samenleven. In veel cellen staan kinderbedjes en allerlei speelgoed. Samen kunnen ouder en kind tijd doorbrengen om zo toch een sterke band op te kunnen bouwen. Partners en kinderen moeten in de avond weer vertrekken. Het is dus niet zo dat families echt samen kunnen wonen in de gevangenis. De bak is tenslotte geen gratis huis. Wanneer de avondklok ingaat, keert de rust terug. Want de volgende dag begint de hele heisa weer. Deze gevangenis is niet zoals andere. Dat merk je bijvoorbeeld al aan de naam. In plaats van een prison heet het een Justice Center. Dit geeft een heel ander beeld. Justice Center komt minder negatief over. Van buiten oogt de gevangenis als een sterk staaltje architectuur. Het centrum straalt moderniteit en geordendheid uit. De cellen zijn ook niet verkeerd. Vanuit hun eigen kamer mogen gevangenen zich verplaatsen. En dat betekent dat ze bij elkaar op bezoek kunnen komen voor een bakkie, die gemaakt kan worden in de privékeuken. En heb je genoeg van het binnenzitten? Dan kan je als gevangene een frisse neus halen op je eigen balkon. Alleen op de beschrijving afgaande klinkt de Justice Center Leoben als een luxe appartement. Toch zou het bedoeld moeten zijn als straf. Maar kan je dit nog wel een straf noemen? Naar school gaan kan soms erg vervelend zijn. Je maakt lange dagen, je hebt docenten die je vervelend vindt en je ziet toetsen die er onmogelijk uitzien. Op sommige momenten lijkt het wel alsof je niet van school kan ontsnappen. In dat opzicht heeft naar school gaan wel wat weg van de Otago Corrections Facility. De hele dag door krijgen gevangenen les in allerlei handige skills. Er worden bijvoorbeeld kooklessen gegeven. Ook voor de techniekliefhebbers is er genoeg te doen. Magnetrons en telefoons worden gerepareerd en kunnen vervolgens doorverkocht worden. Zo kan de gevangenis een centje bijverdienen. Voor deze leerlingen is school dus letterlijk een gevangenis. Toch is het heel handig. De gevangenen zijn na het uitzitten van hun straf gespecialiseerd in een aantal vakken. Dit helpt hen om een baan te vinden en daarmee van het criminele pad te blijven. Pure winst dus. Ook de volgende gevangenis zet in op het opleiden van gevangenen. 40 uur per week volgen de 700 bewoners allerlei vakken. Van wiskunde en Engels tot handvaardigheid. Binnen de gevangenismuren blijven ze up-to-date met wat er zich buiten de gevangenis afspeelt. Naast dit educatieprogramma is de inrichting van de gevangenis meer dan goed. Er is een grote en mooie bezoekershal. De cellen zijn van prima formaat en worden goed onderhouden. Ondanks deze luxe gaat er ook nog wel eens wat mis in HMP Addiewell. Gevangenen slaan elkaar regelmatig de harsens in. Rellen zijn aan de orde van de dag. Met geweld worden deze opstanden neergeslagen. Dan krijg je als crimineel alles wat je hartje begeert, reageer je zo. Het brein van deze mensen is af en toe niet te volgen.
Deze gevangenis wint het van alle andere gevangenissen. Of nou ja, gevangenis. Noem het eerder een vakantiepark. Bastoy bevindt zich op een eiland volgebouwd met kleine hutjes. Elke gevangene heeft zijn eigen cottage. Ze zitten dus niet opgesloten in cellen, maar dienen op het eiland te blijven. Op het terrein van de gevangenis is genoeg te doen. Zo kun je aan de slag als tuinman met het verbouwen van je eigen groenten. Maar ook aan de avontuurlijke types is gedacht. Gevangenen besteden hun dag met paardrijden, tennissen en vissen. Ben je toe aan wat rust en privacy? Dan kun je in de zomermaanden op een lichtbedje bijbruinen. Kortom, deze camping heeft alles wat je wilt. Het enige probleem is dat het eiland bezaaid is met de zwaarste criminelen van Noorwegen. Van seriemoordenaars tot witwassers. Maar met zo'n luxe park en de vele activiteiten klinkt dat misschien zo slecht nog niet. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer!